Gymniastrada. Dat is geen turnen, dat is ook geen gym, maar het zijn allemaal oefeningen bij elkaar. En dat wordt eens in de 4 jaar gehouden. En dat is het grootste niet-competitieve sportfestijn ter wereld. Daar doen zo'n 23.000 deelnemers mee. Dat is groter dan de Olympische Spelen qua deelnemers. Nou, dat wordt dit jaar gehouden in het Oostenrijkse Dornbin. En het demo-team van de Halo, die doen elk jaar mee. Het is niet het gebruikelijke werk wat je ziet bij het turnen op de rek of op de brug. Maar het is anders. Hans Rauw die was erbij. Hij was een van de vele toeschouwers van dit spectaculaire optreden.
Het HLOD-team is een team met allemaal turners. Wat volwassen turners, vanaf denk ik ongeveer 17 jaar. En het zijn mensen die op de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding hebben gezeten. En we trainen twee keer per week. En samen maken we een demo met veel dans en turnen. We beginnen ergens en dan staat er iets en dan kijken we en dan denken we nee, dit is het niet. En dan veranderen we hier wat, daar wat en uiteindelijk is dit het geworden. Dan gaan jullie daarmee naar de Gymnastrada. 23.000 turners zijn daar. Wat is dat precies? Nou, dat is een heel groot evenement. Het grootste niet-competitieve sportevenement van de wereld. Het is nog groter dan de Olympische Spelen zelfs. Mensen gaan voor elkaar optreden, dus wij gaan zelf onze show doen. Maar wij gaan ook kijken naar shows van andere groepen. En nou, buiten turn is er gewoon heel veel te beleven. Iedereen heeft kledingpakketten, die gaan we uitwisselen. Je ziet hele winkeltjes op straat uitgestald. En op straat wordt gedanst, gezongen, geshowt, turnen. Allerlei dingen worden daar gedaan. Dus echt een groot feest, een hele week lang. Was je tevreden na afloop? Hartstikke tevreden. We hebben dit evenement ook opgezet met de leden van het demoteam. We zijn vrijdag 5 uur eigenlijk begonnen met hier alles voor elkaar te krijgen. We hebben vanochtend zijn we om 9 uur begonnen aan 1 stuk doorgeschouwd. Dus ik had nog zoiets van zouden ze niet te moe zijn. Maar ik ben ontzettend tevreden. Ja, het mooie is misschien wel van zo'n evenement dat je niet kan verliezen. Ook niet kan winnen. De Gymnastrada in Oostenrijk. 23.